Zo, we zijn net na 6 uur rijden in de nachtbus aangekomen op Nijva. We zitten nu te wachten op de volgende busje. Anouk is even naar de wc. En ja, het was erg warm. We gingen van 9 graden naar 24. Dus ze was eventjes warm en sliep voor een meter. Wij zijn nu in de Tatacao Desert. We zijn aangekomen in Villa Vieja vanuit een nachtbus. Het heet een desert, een woestijn, maar officieel mag het geen woestijn genoemd worden. Want het regent er te veel. Maar het landschap ziet er wel heel erg uit als een woestijn. En we zijn begonnen aan een tour door de woestijn. We zijn nu eerst een beetje naar de flora en fauna aan het kijken van de omgeving een beetje. Dus niet nog in de echte woestijn. Dus we hebben heel veel mieren gezien, veel mooie vogels, we hebben hele kleine krokodilletjes gezien. We hebben hele grote cactussen gezien. Met een wespennest in. Met een wespennest. En straks gaan we naar de echte woestijn, daarna nog daar naar een zwembad. En ook nog s'avonds naar het observatorium en hopelijk kunnen we wat sterren zien. Maar het is een beetje bewolkt, maar laten we het hopen. Zo, wij lopen door de desert, de grijze Tatacao desert. En net allerlei rotsformaties gezien. En, iets heel groot. Wat dan? Zo'n vogelspin gezien. Dat is niet leuk. Anouk ging er heel simpel langs. Zat maar 50 centimeter naast de vogelspin. En voor wie Anouk kent, spinnen en Anouk zijn geen vrienden. Dus kan je voorstellen hoe dat ging. Ja, net even. Het is sweet. Heb je hem op? Moet hem helemaal eten. En waar heb je hem gevonden? Hier zo. In de cactus. Nou, daar zitten we dan. Compleet. Uitgeput. Het was niet zo eigenlijk als wat we hadden verwacht. Het was echt heel zwaar. We moesten door smalle stukjes van stenen afstappen in het water. De schoenen zijn ook echt helemaal naar de kloten.
En we moeten nog 7 uur, want we komen vanaf pas om 9 uur terug. Dus ja, we gaan kijken wat de dag ons nog meer gaat brengen. Nou, alleen maar vertellen. Zal ik mijn meren bieden? Dat ga ik doordrengen. Nou, na onze fantastische wandeling, die gigantisch zwaar was, zijn we gaan lunchen. Na het lunch zijn we naar het zwembad geweest, maar we waren zo afgepeigerd dat we dachten, weet je wat, we laten het filmen even voor wat het is. En je raadt het niet, wie gaat er naar een desert of naar een woestijn? En je raadt het al, het regent. Het regent, ja ja. Het regent misschien 3 dagen per jaar hier en wij hebben net een flinke regenbui gehad. Je kan hier ook nog wel een beetje die donkere lucht zien. Het regent er nog steeds, maar wij hebben nu weer een zonnetje. We gaan nu naar het andere gedeelte van de woestijn, het rode gedeelte. Ja, Mauro en ik gaan eigenlijk niet zoveel meer wandelen, want ik ben best wel kapot. Maar het is in ieder geval echt al heel erg mooi. Een knuppel. Oh kijk, we vinden een... een cactus. Kijk uit. En hier heb je dan echt fantastisch uitzicht. Van de woestijn en dan specifiek over cactus. Deze cactus zijn echt enorm. En wat er dus gebeurt als het regent in de woestijn, dan groeit de cactus met 1 of 2 centimeter. Dus elke keer dat het regent, groeit het met 1 à 2 centimeter. Dus deze cactussen, die kunnen zomaar honderden jaren oud zijn en worden. Oh, hey, wat is nou de overeenkomst tussen je billen en de woestijn? Dude. Laatste. Zo, na een dagje aan het zwembad liggen, lekker niks doen, veel te warm, zijn we in een busje gestapt, busauto-achtig iets, gestapt naar het busstation. Dan moeten we wachten tot 10:30 om de bus te pakken. En we zitten ondertussen lekker bij een eentje op het busstation. Ik drink lekker mijn biertjes. Anouk heeft zojuist de Norrits overgetrokken, dus het zit heerlijk hier. We hebben dus net wat drink gekregen van de hele aardige Colombianen. Maar er staat dus bier voor mijn neus. En ik hou helemaal niet van bier. Maar ik ga het niet laten staan, dus proost! Zoals al eerder verteld, we zijn op het busstation bij Neiva. We hebben net lekker biertje zitten drinken bij een fantastisch gezellig tentje. Er moet alleen ook even wat gegeten worden.
wat het is, maakt niet uit. Het is een kippetje. Gekookte aardappels. Het is wel gewoon een kippetje, zeg maar. Ik weet niet of hij het gaat doen, maar daaruit. Als het goed is, kost het geen rol. Dus is prima. We hebben vannacht weer een nachtbus gehad. En we zijn toch achter dat het niet onze favoriete vervoer is. We zijn echt kapot. Maar we zijn nu aangekomen bij Coffee Tree Hostel in Salento. En we kunnen helaas alleen nog niet inchecken. Het kan pas over 5 uur. Dus we gaan een beetje tijd dooien. Dus Mau zit lekker te schommelen. En zometeen gaan we weer naar boven. Gaan we lekker een beetje chillen. Even kijken wat we gaan doen. Want we komen hier natuurlijk voor de Cocora-vallei. Met hele mooie palmbomen. En nu is de vraag, gaan we een lange wandeling doen? Een korte wandeling doen? Gaan we toch paarden doen? Dat gaan we allemaal eventjes uitzoeken. Because bebe is baby. Ja, oké. Okay. So for me a baby. Goedemorgen. Na onze eerste nacht in Salento hebben we eigenlijk best wel lekker geslapen. Vroeg gaan slapen, want we waren erg moe. Alleen hebben we een klein dingetje waar we een beetje mee zitten. Anouk zit namelijk helemaal onder de bultjes. Die had er meer dan 30. En we twijfelen een beetje. Alweer. Ik heb het altijd. Alleen deze bultjes zijn net iets anders voor ons gevoel. Ja, we zijn een beetje bang dat we bedwantsen hebben. Ik zit hier helemaal onder. De hele been zit van top tot teen. Ja. Tot teen onder. En of het muggenbulten zijn of van bedwantsen weten we niet zo goed. We zien hier geen muggen. En het zijn allemaal gecentreerde bultjes. Dus het is een beetje vervelend. Ja, we zijn hebben bedden langs gelopen, kleren nagelopen, maar nog niet echt wat gevonden. Dus het is een beetje kloten. Nou, dat daar gelaten. We gaan zometeen gaan we naar de Cocora-vallei. Gaan we naar die palmbomen, gaan we wandeling maken. Hopelijk met een beetje leuk weer. En dan gaan we kijken hoe lang we erover doen. Gisteravond hebben we Spaanse les gehad, dat was erg leuk. Vanavond weer. En overmorgen gaan we op paarden gaan we een wandeling maken langs allerlei uitzichtpunten en watervallen. We zien jullie daar. Mooie plek. We zijn bezig met een zware hike naar boven. Het is echt heel zwaar. En we zijn in de Cocora-vallei. Daar staan de grootste palmbomensoort ter wereld. Ja, dat kan je ook wel, zien. Daar staan allemaal palmbomen. Hier. En het is echt prachtig.
Zo, welkom bij een nieuw updateje. We lopen nog steeds. We zijn, al bijna 5 uur aan het wandelen, denk ik. Ik denk ook al wel bijna 12 kilometer. Ja, daar zo achterin, daar zijn we ongeveer begonnen. Dus daar moeten we naartoe. Dus we hebben ongeveer, wat zal het zijn, 14, 16 kilometer gelopen. We begonnen daar zo. Daar zo is de Han, om het zo maar te zeggen. Toen zijn we helemaal zo omhoog gelopen. En daar zo waar die hele groep panden bij elkaar staat, daar zo is dat een super bekende fotomoment. En daarna loop je eigenlijk heel de jungle in, zo naar boven. En zelfs de hoek om en nog verder naar boven. En eigenlijk daarna ga je naar beneden. En dan loop je eerst een heel stuk door de jungle, allemaal modder. We lopen echt vanuit helemaal daar zo, daar zo, daar zo, daar zo, daar zo. Helemaal zo hier. Ja, en op een gegeven moment kom je langs het water, dan volg je een waterval eigenlijk. En ja, superleuk. Wel heel zwaar. Zou je dit, zou je deze lange route aanraden? Zeker weten, ja zeker weten. Als je gewoon een beetje normaal fit bent, dan zou ik het zeker aanraden. Heb je nou je Achillespees gescheurd en blijf je daar maar last van hebben, dan is het niet per se aan te raden, maar het is wel een fantastisch mooie ervaring. Deze hoor, Ankie van Gunsve. Zeg eens, hotchick. Goed zo. Ken Hoekie voor het eerst op een paard? Geef hem maar eens een goede aai. Oh, wat lief is die, hè? Hoe heet die? Ik vind het echt niet leuk. Hoe heet die? Chocolat. I need copper to her, yes. Yeah, okay. Goed. Yes. Zo, we zitten op ons paardje. Eerste uitzichtpunt. Best wel mooi. Anouk, hoe vind je het? Ik vind het heel eng. Mijn duim wiebelt helemaal. Anouk zit op chocolat en ik zit op, weet ik niet meer, bagueras. Vind je nice in? Ja hoor. En jij? Ja hoor. Hey Mau. Gaat het goed? Ankie. Ankie. Jij bent Ankie. Ik zit op Bonfire. Bonfire. En ben ik het allemaal. Nou, ik ben heel blij dat die man me vasthoudt. Want ik vind het toch wel erg spannend. Hoewel mijn paardje wel echt heel lief is. Maar nee, ik ben blij dat ik word vastgehouden. Nou, vertel, waar zijn we? We zitten op het busstation van Pereira. We pakken zo de bus van Pereira naar Medellin. Maar hij moest even wat ontbijten. Want het is nu 7:30? Ja, het is 7:50. Anouk heeft een soort broodje met kip en champignon. Lekker! En ik heb iets met vlees, maar wat weet ik niet. En we hebben lekker overnacht in Pereira. En nu wachten we op de bus naar Medellin. Ja.